wij bouwen hoofdzakelijk appartementsgebouwen, 10, 12 verdiepen hoog. Het bedrijf is een familiebedrijf, een Turks familiebedrijf, en wij vertegenwoordigen hen hier op de beurs. Wij hebben ook private projecten voor klanten. Dat gaat van villabouw tot volledige projecten. Maar de hoofdactiviteit van de familie is appartementsbouw in Alanya. En hetgeen waar we ons een beetje willen in onderscheiden tegenover de klassieke projecten, dat is dat we Europese technieken gebruiken, dat we een hoge kwaliteit van afwerking leveren. Daarbij situeren we ons ook een beetje in het hogere segment van de prijzen, maar het bouwbedrijf heeft projecten eerste lijn, tweede lijn, derde lijn projecten. Als je dan naar onze kwaliteit en onze locatie ziet, de afwerking, dan heb je een derde lijns project bijvoorbeeld op een tiende verdiep voor 145.000 euro. Ons bedrijf staat ervoor dat je eigenlijk all-inclusive koopt. Daar staan we ook voor. We gaan niet de mensen belasten met een week samen te gaan shoppen om meubilering, om de papieren in orde te brengen. Dat doen wij allemaal. Dat zit bij ons ook volledig in het pakket in. Bij ons krijgen ze de tapu, ze krijgen de abonnementen van de elektriciteit, het water. Tapu is op 2 dagen geleverd. Bij ons worden de gebouwen eerst afgebouwd en dan worden ze pas in de verkoop gesteld. Dus het wordt met echt familiekapitaal wordt het gebouwd.